Beste N-VA-vrienden, we hebben de afgelopen twee dagen diepgaand gedebatteerd over de weg die we uit willen met ons dierbaar Vlaanderen. 2000 amendementen voor 100 resoluties opgedeeld in 10 ambities zijn gisteren in drie commissiezalen uitvoerig besproken. Op de plenaire zitting deze voormiddag is de laatste versie. Van de geamendeerde resoluties afgeklopt. Met dank ook bijzonder vandaag aan de congrescommissie die hiervoor tientallen uren de voorbije maanden heeft opgeofferd. We zullen zo dadelijk overgaan tot de finale stemming. Over de tekst in zijn geheel, maar sta ons toe, de vijf congresvoorzitters, dat we zeer kort en bondig de geest van onze eigen hoofdstukken nog een laatste keer toelichten. Beste vrienden, wij kiezen voor een welvarend en verantwoordelijk Vlaanderen. We leven deze dagen in economisch woelige tijden, terwijl Vlaanderen als enige entiteit zijn uiterste best doet. Om een beleid te voeren dat onze welvaart beschermt en bevordert, staan voor de federale staat alle knipperlichten in het rood. Of we het nu hebben over de begroting, de schuldgraad, de belastingsdruk of al de daarvan afgeleide indicatoren, telkens opnieuw vindt u dit land aan de verkeerde kant van de grafiek. We kregen verschillende crisissen te verwerken. Maar de federale en Franstalige entiteiten van dit land lieten na om ook structurele ingrepen te nemen. Enig besef van urgentie ontbreekt. En dat terwijl mensen die werken, sparen of ondernemen of dat gedaan hebben, dag na dag geconfronteerd worden met een groeiend overheidsbeslag en een leven dat duurder wordt. Het is, beste vrienden, hoog tijd om als samenleving duidelijke keuzes te maken die die welvaart veiligstellen. In onze congresteksten maken we die keuzes. We kiezen ervoor om onze begroting terug op het juiste spoor te brengen en de overheidsschulden af te bouwen. Met een duidelijk mechanisme dat ook de regio's dwingt om het belastinggeld van hun inwoners. Op een verantwoorde manier te beheren. We kiezen voor een samenleving die werken waardeert en beloont. Werken moet altijd veel lonender zijn dan niet werken. En dat principe willen we met onze voorstellen verankerd zien. De netto-inkomens moeten verder de hoogte in door de veel te hoge belastingsdruk naar beneden te brengen. En als overheid. Moeten we werkende ouders steunen bij het bekostigen van hun kinderopvang? We kiezen voor een rechtvaardig sociaal beleid. Sociale bijstand is er voor wie het echt nodig heeft. Wie perfect in staat is om te werken, kan niet langer eindeloos leven op kosten van de belastingbetaler. Solidariteit en verantwoordelijkheid zijn begrippen die in onze voorstellen hand in hand gaan. We kiezen ook voor hen die werkgelegenheid creëren, de ondernemers. We bevrijden ze van de beperkingen die hun buitenlandse concurrenten niet hebben. En we zorgen ervoor dat ze kunnen rekenen op een ondernemersvriendelijke overheid. We kiezen voor sterke lokale gemeenschappen. We investeren in lokale besturen en betrekken hen nauwer in, het belangrijke, in de belangrijke maatschappelijke taken. Zoals arbeidsmarktbeleid, kinderopvang en de uitwerking van een vlotte lokale mobiliteit. En we kiezen ook voor een zekere oude dag. We houden ons pensioen betaalbaar door het verzekeringsprincipe te herstellen. Wie meer werkt en bijdraagt, moet ook meer beloond worden. Bovenop het wettelijk pensioen moet elke werknemer de mogelijkheid krijgen om een aanvullend pensioen op te bouwen. We staan voor werkbaar werk en voorzien dat wie ook na zijn pensioen actief blijft, wil, wil blijven, daar ook meer van overhoudt. Beste vrienden, met onze voorstellen kunnen we van Vlaanderen de economische topregio van Europa maken. Ik hoop dat u zo dadelijk samen met ons kiest voor een welvarend en verantwoordelijk Vlaanderen.